Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met... Ja, en als ik die hoed afdoe, dan is de muziek weer weg, hè? Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Oh, er wordt aangebeld. Doe hem open dan. Wie is dat? Oeh. Pakketjes. Maar dat is voor later, want eerst... Let op, hè. Het is een ei. En let op. En nu? Wat denk je? Twee keer kloppen? En dan is je ei kapot. Hij is weg. Ja. Nou, en nu? Vliegers vlug handjes, ja. Twee keer kloppen? Hij is nog steeds weg. Ja, dat is leuk, hè. Dat is leuk. Weet je, doe je zo. Hey, hij is er weer. Oké, in ieder geval, jullie weten hoe laat het is. Als ik een eitje heb gepeld, is het tijd voor... Nee. Jawel. En deze vloer is echt heel fijn daarvoor. Ja, heb ik gisteren nog niet gedaan, push-ups bij het sporten. Oké, voor hoeveel gaan we? 1. Nee. Heb je dit ooit gezien? Dit is trouwens een stukje door. Dit is een speciale truc van Enzo. Iets super liefs gekregen. Ja, lief rompertje. Maar vooral de achterkant is vet. Staat bij Made by Knolbouwer. Ja, echt leuk. Mm-hmm. Dit heb ik nog nooit gezien, dat weet ik zeker. Let op. Marijn, kom mee. Marijn ook erbij, ja, dat is leuk. Marijn wil alleen maar werken. De eerste keer. Ik vind het nog steeds mooi, hè. Vader en zoon, allebei stukken door, mooi aan het werk. Mm-hmm. Oké, let op. Ook voor de babykamer zijn ze trouwens bezig. Dus dat gaan we straks wel even laten zien. En een kleine reparatie, heel tof. Ja, dat is wel knap, hè? Die was echt hoog. Mooi, hè? Ik kan het niet serieus nemen, dacht ik. Ja, die laatste was wel echt goed, die deed je echt hoog. Ja, je hebt er nog eentje, maar die ga je gewoon normaal opeten. Nu heb je je grove skills verpest. Daarvoor waren mensen nog wel overtuigd, denk ik. Deze was niet goed? Nee, nu zag ik hem gewoon. Dat zag er zo droog uit. Ik vind goochelen zo leuk. Maar kan er niet. Nee, je moet een keer met Roy de coach op goochelles. Dat zou wel leuk zijn. Nou, het scheelt dat als je als de kleinere straks is, dat ze alles geloven. Dus dan kan je wel dit soort grapjes doen en dan denken ze, wow. Oké, klaar. Super tof dat jullie er zijn, dames en heren. Ik heb heel erg veel zin in vandaag. Super fijn dat de stucadoors bezig zijn. Die hebben net ook wel even wat gedaan in de studio. Ga ik straks ook wel even laten zien. Dus weer mooie vooruitgang. Er zijn twee... Ben je klaar? Ja, bijna. Er zijn twee pakketjes binnengekomen. Die mag ik allebei openmaken voor Myron. Ik heb geen idee. Myron heeft ze besteld, dus laten we kijken. Nou, dit is leuk. Ja, dat vind je leuk, hè? Wasmiddel. Hey, proost. Nee, maar speciale wasmiddel. Oh, speciale. Oh ja, dit is een neutrale wasmiddel. Dat hebben we nodig voor alle babykleding om te wassen. Oh, dat vind je ineens wel leuk. Ja, tuurlijk. Voor de baby. Shout-out naar de baby. Ja, dus dat is heel erg slim, want alle rompetjes en andere spulletjes en dingetjes en zakjes, dat moet allemaal, en doekjes, moet allemaal gewassen worden met neutraal. Omdat anders de normale wasverzachters of wat dan ook, wat wij volwassenen zeg maar gebruiken, dat is allemaal te heftig en zo voor de huid en alles. Dat, zit parfum in. Nee, dat is niet handig. We hebben hier nog een pakketje. Ik ben heel erg benieuwd wat dat dan is. Oké, daar gaan we. Oh, dit zijn dit babykleertjes. Wat? Heb je zoveel besteld? Goed, hè? Yo. Oké, maatje 56. In 50-56 in het groen. We hebben hier heel veel outfitjes in het grijs. Ja, want ik hoorde dus van mijn schoonzus dat de rompetjes, dit merk, dat echt de beste is. Dus... Yo, wat veel. Ja. Hier weer een bodysuit. Oh, dit zijn allemaal van die knoopjes aan de zijkant. Ja, hier omslag. Zo. En een lange en korte mouw.
Oké. Okay. Veel, hè? Jeetje, Mina, schat. Ja, maar je moet elke dag een ander rompertje aan. Je denkt dat hij elke dag flinke kak tot zijn rug heeft, of wat? Nee, kijk, dit is maat 50. Dus daar, als het goed is, 9 van de 10 baby's wordt geboren met maat 50. Ja. Ik heb met maat 62. Ja. En mijn broer ook. Hey. En daar zit je ongeveer een maand in. Dus 4 weken zit je zeg maar in maat 50. En dan ga je over naar 56. 56, oké. Okay. Dus ja, en daarna heb je 62. Ja, dus ik heb nog niks van 62 besteld. Want ik dacht, dat kunnen we wel dan doen. Want het duurt nog wel even. Dat duurt echt nog wel 3 maanden of zo, wil je 62. Nee, in de noorden zeggen we 3 maanden. 3 maanden. Ja. Maar, is toch nice? Ja, dat is super nice. Ja, gewoon wit, grijs en een groene. Ik dacht, die is ook wel cute. Even kijken, want dit is de kleinste maat. Dat is echt het schattigste, hè? Ja, die is leuk. Die is lief. Die is cute. Cutie. Is cute. Ja, dit schijnt echt heel fijn te zijn. Dat je dit zo aan de zijkant hebt. Dat je het hier kan openmaken. Kijk, ja, dan kan je zo neerleggen. Hoeft het niet over zijn hoofd heen. Precies, kan je hem zo erin leggen. De armpjes erin. Met één hand is het wel een beetje. Ja, dat is een beetje lastig. Kijk. Hop, laat hem erin liggen. En dan sla je hem dicht als een wrap. Ja, maar wij gaan gewoon meteen vanaf dag 1 zeggen van hier, kleed jezelf maar om. Ja, dat dacht ik dus ook. Dacht meteen alles alleen laten doen. Ja. Kijk, en dit ligt nu op de grond. Kunnen we natuurlijk oppakken met de handen. Maar Enzo is de laatste tijd zijn voet aan het trainen. Ja, ik heb wel voetbal gezeten natuurlijk. Oh. Wanneer zat je daarop? Lang geleden. Ik dacht dat je hem zo ging pakken met je tenen. Bijna. Wacht even. Het gaat niet altijd goed. Schatje, wacht nou. Hij kon nog niet eens 2 centimeter de lucht in. Dit dag had ik verwacht, hè? Schatje, Jezus. En ligt hij daar op de grond. Ik kom uit. Gaat hij weer opnieuw. Juist, keurig. Ik zal jullie eventjes meenemen naar wat er nou precies gebeurd is hier op de muur. Ze hebben dit dus gerepareerd. Want het was dus gestuukt, glad gemaakt en uiteindelijk was er een scheur gekomen. Nou, die scheur die krassen ze dan volgens mij nog iets verder open. En dan daarna smeren ze dat weer dicht zoals je ziet. Heel duidelijk zichtbaar. En hier in de babykamer zie je dus ook dat ze een paar dingen hebben gerepareerd. Zoals hier hebben ze ook weer een scheur opgevuld. En hier zie je dat ook heel duidelijk. Hier hebben ze weer een scheur opgevuld. En daarboven hebben ze ook helemaal een scheur opgevuld. En de scheuren die je daar nog ziet, helemaal boven in de hoek. Dat is een beetje lastig te zien misschien. De lens die heeft er een beetje moeite mee om dat scherp te stellen, omdat het zo wit op wit is. Maar die scheurtjes, dat kan blijkbaar de schilder allemaal fixen. En ook hier aan de overkant, hier achter mij, hebben ze ook weer een scheur gefixt. Maar ja, dit zorgt er natuurlijk wel voor dat je eigenlijk extra werk hebt. Want het was ooit al mooi glad. Nu wordt het weer gerepareerd en nu moet de schilder er weer overheen. En hier moet de schilder dan ook weer overheen. En dan in de babykamer ook weer. Dus dat is wel heel erg zuur hoor. Het zijn wel echt allemaal weer elke keer extra kosten die erbij komen. Dus dat is wel een beetje balen. Maar goed, uiteindelijk wil je het gewoon mooi en strak hebben. Dus ja, dan gaan we daar maar voor. We kennen dit allemaal wel, denk ik. Je hebt een container en er zit karton in. Maar dat moet even aangestampt worden. Nou, dan gaan we dat even regelen. Let's go. Hoppakee. ...37 minuten lang heb ik aan de telefoon gezeten met de dealer waar de Lamborghini Urus wordt verkocht. Waar ik laatst een bezoekje aan had gebracht. En ja, dat is even iets om over na te denken. Ik heb een goed gesprek gehad, maar het moet even nadenken hoe ik dat wil indelen en hoe en wat. Dus daar kom ik nog op terug, maar daar heb ik dus even wat tijd in zitten. En dat heeft ook weer te maken met wat hier voor mij ligt. Want dit heb ik opgestuurd gekregen van een kijker. Ik weet eerlijk gezegd niet meer precies van wie, maar echt super lief wie dat heeft gedaan. Maar check dit, dames en heren. De Mansory 2024 kalender. Laten we eens even kijken wat voor dikke wagens hierin staan. Als eerste hebben we hier een mega dikke Mansory kit. Ja, elke auto die je gaat zien, die heeft deze kit erop zitten. Maar dit is dus gewoon op een Maserati. What? Kijk hoe dat eruit ziet. Ik vind het er niet per se uitzien als een Maserati. Maar goed, heel vet. De volgende. Ik weet dat heel veel mensen deze wel dik vinden. Een beetje een Brabus-achtige editie. Ferrari. Damn. Ik weet niet wat ik van dit vind, eerlijk gezegd. Die spoiler. Beetje gek. Ik heb hem liever toch een beetje doorgetrokken. Maar dit is heel vet. Vooral met die rode lijntjes. Het ziet er vet uit. De gele binnenkant. Ik weet het niet. Oké. Okay.
Ja, dit is toch niet normaal. Hier word ik, behalve de velgen, vind ik hem heel erg dik. De velgen ben ik niet zo heel erg fan van. Die zijn gewoon helemaal vast en dik. Dicht, zeg maar. Maar voor de rest, de Mansory Venatus Verde based on de Lamborghini Urus S. Dus dit is de Urus S, de performance Urus. Dan hebben we, een 911. Ja, heel erg dik. Ziet er gruwelijk uit. De Defender, die vind ik niet zo dik. Dan gaan we naar de Rolls Royce. Daar heb ik ook helemaal niks mee. Wel een dikke uitvoering, man. Sorry, Rolls Royce, maar heb ik niks mee. Dan gaan we, dit vind ik toch een partijtje lelijk, die snaam over. En dan gaan we hier... Nou, Joel Beukers, als je dit ziet. Je hebt werk te doen, man. Er is een auto die dikker is dan jouw 6x6. De Mansory Kit. Holy moly, heel bruut. En dan... dit vind ik wel echt heel gruwelijk, hoor. Holy moly. De Lamborghini Aventador SVJ met dan Mansory Kit erop. En wat hebben we hier? We hebben weer een Ferrari. Ik geef deze een 7. Ik vind hem niet heel erg. Wel vet, dat Forged Carbon Fiber hier. Dat vind ik wel dik. En dan hebben we... Wat de f*** is dit, ouwe? Vind ik helemaal niks. Vind ik echt helemaal niks. Oké, dit vind ik wel heel dik. Gruwelijk. En dan... sluiten we af? Sluiten we hiermee af? Serieus? Is dit er? Ja, volgens mij sluiten we hiermee af. Oh, wat een heerlijk einde, zeg. De Lamborghini Urus met weer een heerlijke Mansory kit erop. Ongelooflijk. Niet normaal. Heel erg vet. Thanks voor de persoon die deze heeft opgestuurd naar mij. Waardeer ik. Volgende week heb ik een afspraak voor de Mansory kit om hem samen te gaan stellen. En dan neem ik mijn schoonvader mee. Heel erg leuk. Daar heb ik zin in. Dat is gezellig. En die heeft er verstand van. En dan neem ik jullie mee. Want ik ga gewoon dit hele proces van het kopen van een Lamborghini Urus tot de kit samenstellen. Tot uiteindelijk die twee dingen samenvoegen tot een Urus Mansory. Niet normaal. Echt te bizar om te beseffen dat dat gaat gebeuren. Maar het is echt gewoon... waar. En dan wordt het nu tijd om mijn werkruimte een beetje te fatsoeneren. Want ik heb nog steeds allemaal spulletjes hier op de grond liggen. Wat ik gewoon uit de koffer heb gegooid na wintersport. En ook mijn bureau kan wel even netjes opgeruimd worden. En omdat ze dus hiernaast bezig zijn geweest met het bijgebouw, ligt er zo ongelooflijk veel troep hier. Terwijl de deur gewoon altijd dicht heeft gezeten. Allemaal houtsnippers en andere stukjes stenen en stof en zo. Dat is allemaal onder de deur gekomen. Dus ik ga heel eventjes zorgen voor een chille, fijne, nette werkomgeving. En dat is echt wel een hele goede tip aan jullie. Ik snap dat het niet altijd chill is om je ruimte op te ruimen waar je zit. Zoals bijvoorbeeld je slaapkamer of je kantoortje of waar je ook gewoon aan het werk gaat. Maar als het helemaal is opgeruimd, je weet precies waar alles ligt. Dat geeft zoveel rust. Kan je zoveel beter werken. 100%. Alleen om jezelf ertoe te zetten, om het heel eventjes te doen, is soms een dingetje. Maar let's go. We gaan ervoor. Oké, ik ben lekker bezig met opruimen, maar toen schoot me opeens wat te binnen. Ik ben gisteren bij het ziekenhuis geweest. Ik heb bloed geprikt voor een lactose intolerantietest. En als het goed is, is de uitslag binnengekomen. Dus laten we even gaan bellen. Voor spoed toetsen 1. Voor contact met de assistenten toetsen 3. U bent de eerste in de rij. Dank u voor het wachten. Boom, ben de eerste in de wachtrij. U wordt nu doorverbonden met een medewerker. Goedemiddag, je spreekt met... Hallo, goedemiddag, met Enzo Knol. Ik heb een vraagje. Ik heb gisteren bloed geprikt voor een lactose intolerantietest. Heeft u daar de uitslag van binnen? Ik ga even gaan kijken. Dank u wel. Ja, de uitslag is binnen en daar staat geen sprake van lactose intolerantie. De rest van het lab was ook normaal. Dus alles eigenlijk goed. Oké, dus mijn bloed is zuiver, puur en gezond. Ja, dat zeg je mooi. En ook geen sprake dus van lactose intolerantie. Dus ik hoop dat dat prettig is voor je. Soms is het ook lastig omdat je dan niet weet waar het vandaan komt. Maar... ja, het is wel een beetje zo van en nu. Maar het is wel fijn dat ik gewoon lekker bezig kan blijven met melk atten. Dat ik daar geen rekening mee hoef te houden. En dat ik voor de rest even moet kijken waarom ik dan af en toe zo erg buikpijn heb. Ja, want dat speelt nog steeds, de klachten? Of is het gewoon komt en gaat? Het is nu wel een beetje afgenomen, dus het is wel minder dan voorheen. Maar goed, ja, waar kan het dan aan liggen? Ja, dat is lastig. Nou goed, als het echt heel erg wordt en ik heb er heel veel pijn van, dat ik echt niet zoveel meer kan doen, dan trek ik natuurlijk aan de bel. Maar voor nu ben ik blij met het resultaat, hoor, zeker. Nou, ja, top. Hoor, graag gedaan. Oké, okay, werk ze. Doei. Ja, dank je. Doei. Zo. Boom! Je boy kan gewoon melk drinken. Dat betekent dat als Myron straks borstvoeding geeft... dat we melk gaan drinken! Ah! Oké, dat is een beetje raar. Maar in ieder geval... melk drinken, lekker. Oké, dames en heren, ik ben echt al super lekker op weg. Er lijkt
niet echt een einde aan te komen. Sowieso is het de afgelopen tijd heel erg pittig geweest, emotioneel gezien. En daardoor heb ik best wel wat werk laten liggen, wat ik normaal gesproken al lang had opgepakt. Dus het is gisteren en vandaag voornamelijk heel veel werk achter de computer, wat ik moet doen, wat ik moet inhalen. En daarnaast had ik nog even een gesprek. En uit dat gesprek, trouwens, we hebben ook visite, maar de dames zijn net eventjes naar de winkel boodschappen doen voor het avondeten. Maar er was net een heel erg interessant gesprek wat ik had, waar misschien wel iets heel erg moois is uitgekomen. En het is best wel een toepasselijke plek om dat nu hier te doen. Ik ga nu voor de derde keer al naar de toilet een grote boodschap doen. Is best veel. Maar misschien komt die buikpijn wel door een parasiet. En een parasiet ziet er zo uit. Het is niet heel nice, maar dit is natuurlijk enorm vergroot. Nu is het net 4:15 en ben ik een kwartiertje te laat om de huisarts te bellen. Maar dat ga ik morgen eventjes doen. En als het een parasiet is, dan zou het kunnen betekenen dat ik een kuurtje krijg en dan is het weg. En vooral bij deze zin had ik zoiets van, misschien dat ik daarom zat te twijfelen of ik lactose intolerant was. Maar hier kan het ook mee te maken hebben. In ieder geval, het wordt vervolgd. Ik ga er even verder in duiken en morgen met de huisarts weer bellen. Woehoe! Let's go! Hello! Kip in de hoed. Nice! Hey. Hey. Hoe is het? Goed bij jou. Ja? Nice. Kunnen ook een andere doen. Let's go. Nice, we hebben kip in the hood, baby. Dit ziet er echt heel goed uit. Heb je het gek? Ja, Dondi heeft dit al de afgelopen 2 weken al 2 keer heeft hij dit gekookt. Hij zelf? Ja, zeker. Toen ik ziek was, heeft hij kip in de hoed gemaakt. Helemaal in zijn eentje. Oké. En de afgelopen week hebben we dit gekookt met z'n tweetjes. Maar hij heeft wel de bladen tegen en alles gedaan. Zo, netjes. Shout-out naar Don. Ja, jij moet het ook leren. Damn, ja, zeker weten. Ik had gisteravond ook gekookt. Ik had lasagne gemaakt en een hele grote pizza. Besteld. Maar goed, het was wel heel lekker. Ongelooflijk. Ik kan nog steeds niet geloven dat toen die pizza binnenkwam, dat het zo huge was. Zo'n 40 centimeter dikke bladerdeegpizza. En dat ik uiteindelijk gewoon bijna op had. Ik snap er niks van. Echt niet normaal. Ja, ik had een paar korstjes gegeten. Ja, dat is waar. Maar echt bizar. Maar dit is natuurlijk wel echt de shit, hè. Even serieus. Laten we daar even bij stilstaan. Dit is echt de shit. Smakelijk. Laten we hier even een minuut stil te houden. Nee. Oké, duurt te lang inderdaad. We gaan lekker eten. En ik had nog iets anders leuks te vertellen. Of niet echt leuk. Maar morgen huisarts bellen. Ik weet wat ik heb. Nou? Parasieten. Wie zegt dat? Hoe kom je daar weer bij? Nou, daar heb ik het even over gehad. En als je gaat kijken naar alle mankementen die ik heb met mijn buikpijn. Wat zijn je mankementen? Ja, heb je dat echt? Ja? Dan kan het wel. Ja. Hoorde je het? Ja. Hoorde jij het ook? Ja. Kijk het zo, hoor. Ja, dus de kijkers hebben het ook gehoord. Ja. Heb je dat echt? En parasieten kunnen alleen overleven. Het kan ook wormen zijn, man. Parasieten kunnen alleen overleven als ze eiwit krijgen. Als je geen eiwit meer binnenkrijgt, gaan ze dood. Maar dat gaat natuurlijk nooit, want je eet eigenlijk elke dag wel iets van eiwit. Ja, je kan dus medicatie voor krijgen. Juist, met een kuurtje spoel je die shit weg. Maar dat wie heeft dit echt gedacht? Mandy. Ja? Dit kan dus wel echt. Die doet niet alleen mijn management, ze is ook nog online dokter. Ja. Heb je dus een klacht ervan? Ja. Zij zei van, wat is de uitslag van het ziekenhuis? Ja. Zeg ik, nou, liefst dat je het vraagt. Ik zeg, ik ben niet allergisch. Ja. En toen zei ze van, nou, dan zit het ook nog parasieten zijn. Want ik ken iemand die heeft ooit parasieten gehad. Ze had ook. Toen zei ik van, kan je dan daarna vragen of ze... En toen zei ze, ja. Dat is wat? Dat is toch giechelen? Dat is toch niet leuk? Ik heb buikpijnen. Nee, maar dat is ook zo Mandy zelf. Ja, doen mensen dat? Nee, dat is Mandy zelf. Dan zeggen we... Ja, dat is gewoon niet zelf. Omdat het zeg maar wel een beetje awkward is om tegen iemand te zeggen, toch? Mandy geeft maar toe. Dus Mandy zelf heeft het. Doen dit ook, hè? Ja, die gaan dan zo. Ja, ik weet wat die doen. Ja, dat is zo grappig. En die hebben dan wormen meestal. Ja, dat is eigenlijk niet grappig. Dat is niet grappig. Nee, dat is helemaal niet chill. Ja, laten we eten. Hé, eet smakelijk trouwens. Enjoy. Damn, ja. Poeh, oké, eten. Er zit wel veel eiwit in de maag. Ja, dat ga ik ervaren weer. Dat voel ik dan in mijn buik, maar het komt goed. Hallo! Ga dan bij Meeting Point. Ja, nice. Meeting Point is de tafel, of niet? Kom maar naar de tafel. Hoi joh. Zo, ik keek net van buiten
naar binnen hier. En toen dacht ik, toen zag ik jou staan in de keuken. Toen dacht ik, was jouw haar net ook al zo? Nee, dat heeft je wel gedaan. Oh, voor jou. Wat is er mee dan? Dat is nice. Bedankt. Ik dacht van nee, er staat er voor knap rietje in de keuken. Dan ben jij gewoon. Ja, dan ben ik gewoon. Ja, het is wel mooi gekeurd. Ja, het is super mooi gekeurd. Heb je het ook bij jezelf gedaan? Nee, dat heb ik gedaan. Dus jullie hebben elkaar zijn haren gekruld. Ja, dat doen meiden, hè? Oh, wat leuk, mag ik volgende keer meedoen? Ja! Ja! Kun je jouw haren nu nog even krullen? Mmm. Nee, ik heb zo'n heel klein opzetstukje. Ik heb zo'n klein opzetstukje. Mogen we dat doen? Oh, ik zie dat de lichten weer niet goed aanstaan. Want kijk, Het beeld gaat helemaal zo heen en weer. Ik zal het even fixen. Ja, dankjewel. Nou, dat komt door die lamp. Die moet nog vervangen worden. Dat is echt vervelend. Waarvoor standje verblinden? Ja, het is een minst gezellige stand, maar hierdoor is de camera goed, zie je? Maar mogen we dat even snel doen? Jawel, mag wel. Maar ik heb bakje kwark. Wat heb je? Bakje kwark. Ja, dat hebben we. Ja, dat lijkt me wel lekker. Zal ik dat even maken? Wil je ook? En dit spelletje. Even kijken. Deze bedoel ik. Haribo. Skibbo. Die met die kleurtjes. Deze. Ik ga zo uit, want zij is... Ja, maar Haribo duurt... Of Skibbo duurt niet zo lang. Ja, maar ik moet nog niet rijden. Ja, maar dat duurt niet zo lang. Maar ik ben 12 uur jarig. Hoe, wat is dat voor tasje? Ja, maar ik... Ik ben haar! Wauw, ze is 12 uur jarig. Oh, minder. Oh, sorry. Oh, wacht. Dat heeft helemaal mijn haar mooi gekregen. Oh, nee, zo is goed hoor. Ik heb 12 uur mooi zou zijn. Nee, nu is goed, nu is goed. Goed. Nee, het zit nog mooi. Ik ga even een bakje kwark maken, dames en heren. Daar heb ik echt zin in. Ik bedoel, hey, geen melkallergie, hè? Geen glutenallergie. Dus let's go. Of lactose, wat is nou? In de war. Deed jij gewoon Franse kwark, schat? Waarom heet dat eigenlijk Franse kwark? Dat leek mij het meest logische. Omdat het zuur is. Wow, sinds wanneer heb jij humor? Ik wou met donderhuis, hè? Zo, maar even serieus. Soms heb je zeg maar een woord wat er niks mee te maken heeft, wat gewoon verzinnen. Ja, het zijn Franse koeien. Echt? Maar het is toch geen Franse snel. Maar jullie lult ook maar wat. Ik ga googlen ook, hè. Kwark is een voorloper van kaars, een verse kaas. De Franse benaming van kwark laat het duidelijk zien. Zij verwijzen naar de kwark als fromage fraîche. Ah, fromage fraîche. In klassieke fromage. Kwark wordt namelijk naast melkzuurbacteriën ook stremsel toegevoegd. Dat klinkt heel goor. Stremsel? Stremsel. Dat klinkt als een soort van scheid wat is langs gegaan langs de pot. Wat, wow, ik verstond jou niet en ik verstond mezelf geen eens. Wat zei jij? Ga jij maar eerst. Stremsel, het restproduct van kaas. Oh, ja. Volgens mij is... Waarvan ze niet weten wat ze ermee moeten doen. Mozzarella is volgens mij ook stremsel. Oeh, maar die is wel lekker. Is toch ook lekker? Ja, dit is lekker. Ja, nou. Ik ga dat bakje kwark voor jou maken. Ga jij maar daar zitten, want Joël kan heel goed haren krullen zoals je ziet. Oké. Ja, nee, is wel zo. Hij is al bijna warm, joh. Moet ik een beetje hier protecten? Ja, dat heb ik meegenomen, kijk. Oké, alleen in mijn haar, hè, dat ding. Ja, gewoon zitten. Ja. De pet maar even af en buk maar. Schatje, dit is zo, dit is in één keer zo fout. Oh, dat is echt erg. Dat is echt erg. Je staat er echt bij als Hermelien met dat ding. Zitten. Zitten. Oké. Okay. Zitten. Oké, okay, ik ga je zitten. Je moet deze even vasthouden namelijk. Echt? Ja, want anders kan ik niet sprayen. Dat hoort erbij. Zo ziet de haar er nu uit. Ja, en hoe doe je dat dan? Oh, wat doe je er eerst in? Wat is dat? Dat is dat het niet verbrand. Oh, meen je? Is het zo heet dit? Ja, dat zou ik niet proberen. Auw! Ja, dat is 200 graden. 200? Nee, 195. Ja, dat is toch bijna 200? Oh. Dat is toch bijna 200. Holy shit. Moet ik hem harder zetten? Nu is hij 200. Oh, wat ga je doen met mijn haar? Oh, dit haat ik zo erg. Maar dat is makkelijker. Je moet het wel naar voren krullen. Nu lijkt echt... Ja, ik laat naar voren. Die scheiding is wel nice trouwens. Oh shit, oh, producten van mij. Ben je klaar voor? Ja, maar je gaat niet mijn hoofdhuid verbranden. Ja, ik heb je verleden toch ook niet verbrand? Mijn voorhuid? Wat? Dat zei jij, je hebt je voorhoofd. Dat is je voorhuid niet verbrand. Ja, ik zei in plaats van voorhoofd, voorhuid. Nou, dat heeft mij er nu nog steeds over. Dat snap ik wel, moet wel pinnen. Ben je verkouden? Nee, niet meer. Waarom klinkt dat zo raar? Ik ben gewoon
gewoon lekker bestellen. Oké, dat is mooi. Dus je hebt al die jaren ervoor een andere stem opgezet. Je hoort nu pas jezelf. Ik moet gewoon lekker bestellen voor nu. Kapper nou. Als je stond ik je hoofd. Oké, ik stop al. Blijft het zitten? Ja. Ja, het blijft echt zeker weten zitten. Ja, wat gaat hier gebeuren? Als je dit niet was, dan blijft het gewoon een week zitten. Echt serieus? Ja. En dat komt door die spray? Of wat maakt het zo krachtig dat het blijft zitten? De hitte. De hitte, ja. Wat als het nu in één keer keihard mijn hoofd opzij doet als ik erin zit? Dan trek je waarschijnlijk je eigen haren uit je hoofd. Ja, ik zou het niet aanraden. Plus dan verbrand ik je hoofd. Je zit wel wat dichtbij met je vinger bij die tang. Is dat niet heet? Maar ik heb toch nagels. Dus, Ja, de acryl, dat gaat in de smelten. Ik heb hier geen... Wat wil ik erbij? Ja, lekker hoor. Marvin die maakt in één keer een kwarkbakje met allemaal nootjes en honing en aardbei. En dan doet ze in één keer zo'n XL lotuskoekje erbij. Ja, zo lekker op verbrokkelen zeker. Ja, verkruimelijk. Lekker, hè? Ja, een beetje een soort bastonje vibe. Hey, eet jij wel zo'n komkommer? Een hele komkommer? Gewoon uit het vuistje? Nee. Maar voorheen had ik wel altijd... Ja, dat is misschien een beetje gek. Dat is ook niet heel goed voor je. Maar komkommer en dan met aromat. Wat is dat? Ja. Aromat? Nee, aromat is een soort van zout. Maar wel, zeg maar, zout met een smaakje. Oké, vaak. Dat is vet lekker. Oh, vet lekker. Gaan we nu zo praten? Dat is echt dat heel lekker. Dat is vet lekker. Wat moet nu... Wat is de bedoeling eigenlijk? Ja, we gaan straks uitkammen. Maar jij hebt veel lang haar om te krullen, dus dat scheelt. Moet ik alleen de bovenkant doen of het hele hoofdje? Hoofdje. Ik zeg altijd dat ik een vet groot hoofd heb. Dat heb je ook. Ken je dat zo'n soort van gesp aan de voorkant van een pet? Die moet ik helemaal op het laatste doen. Zo groot is mijn hoofd. Oh, schatje, dit is zo fijn. Je voelt me echt zo'n meid die echt gewoon veel te lang bij de kapper zit voor de hele sessie. En die dan gewoon... Dan was jij vandaag en die dan... Maar hoezo krul je het dan hier als je de hele middag bij de kapper hebt gezeten? Het was al een beetje gekruld, maar het was ook alweer uitgezakt. Ik was vanmorgen om 10 uur al bij de kapper. Jeetje, en tot hoe laat? Ik was om 4:10 hier. Ik zei al, oh my god, toen ze alleen al 10 uur zei. Ik weet niet waarom, maar... Ik heb daar echt de hele dag... Ik was daar om 10:00, oh my god, vertel. Vertel me meer. Wacht, ik ga heel even naar voren. Dat kan dus. Oh, weer producten van Myron. Hey, 10 jaar vloggen, inspiratie voor generaties. Boem, haal ik hem even voorbij. Zit waarschijnlijk helemaal onder de hairspray hier van Myron. Ik heb echt veel haar, maar wel dun. Oké. Maar het is wel heel veel. Waarom zag ik hier heel veel rook vanaf komen en nu nog steeds? Het rookt. Mijn haar rookt. Holy shit, daar kwam echt veel rook vanaf. Zeg dat? Ja, dat is altijd wel zo. Kijk, ik heb ook een handschoentje hier. Die zou Joël ook aan kunnen doen. Dan kan ze nog beter. Maar dan kun je hand niet verbranden. Ja, maar dat gaat toch goed? Kan je dan die staaf vastpakken? Nou, dat zou ik niet doen. Don wil om 12 uur heel graag zijn cadeautje geven, want hij wil het geen minuut langer geheim houden. Dat kan hij namelijk niet zo. Jij wordt 23, toch? Ja. Echt? Ja. Wow, beste gok ooit. Kan je niet meer praten? Ja, was dat vast dat helemaal aan het uitleggen. Wow, in Nederlands? Wat? Wat? Kapster, ik gedraag me nu ook als een kapster. Oh nee, die lullen wow, besef, ik wil ook een keer jouw haar doen met deze jullen, met dit kleine dingetje. Jij zegt kappers willen altijd veel, maar... Toen ik naar de kapper ging, had hij gewoon 20 minuten doodstil. Echt? En daarna zei ik, bedankt. Maar dan wordt je stem helemaal raar, omdat je zo lang niet hebt gepraat. Dan zeggen ze, bedankt. Oké, ik denk dat we wel even wat haar aan erin kunnen doen. Auw. Dat heeft wel een doekje dit hoor. Als je permanentje had gezet, dan had het er zo uitgezien. Een permanentje? Wat betekent dat? Krullen. Auw! Jeetje! Kam je haar nooit? Er zat een klit in. Nee, ik kam mijn haar nooit. Nee, ik heb geen kam. Je hebt wel wat langer haar. Schat, waar kijk ik naar? Ik vind het nog wel een soort van schattig of zo. Ja. Wat is dit? Stel je haar was langer geweest? Ik vind het eigenlijk wel een lookje hoor. Het lijkt wel veel voller nu. Dat wel. Je hebt wel, lijkt dat je veel meer haar hebt. Je bent een beetje zo'n verdwaalde meester nu. Al de meeste. Ja. En dan geef ik wat lessen in. Wiskunde. Wiskunde. Is een aardrijkskunde docent. Aardrijkskunde? Is een aardrijkskunde. Ja, omdat het lijkt alsof ik mijn vinger in de stopcontact heb gestopt of wat. Nou, dankjewel. Jij bedankt. Kun je eens de achterkant filmen? Nee. Is dat zo erg dan? Ja. Ja? Ja. We kijken later maar naar, ja? Ja. Wat is er gebeurd met mijn hoofd? Jij bent echt zo'n docent. Dat is echt heel apart. Ik heb gewoon het idee dat ik hier ook 1000 klitten van krijg. Nee, het is echt super zacht.
Oh. Nou, goed. Ik vond het gezellig. Ga je potje kibbo doen? Ja. Zo, ben je lekker aan dealen? Nou, gaan we nog niet helemaal goed dealen. Ik kan nog niet in het casino aan het werk. Kijk eens even wat Marion doet. Let op hoor. Zo, hey. Netjes hoor. Oké, dames en heren. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet er niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.